Stel je voor, je wordt wakker. Na een goede nachtrust. Vol energie. Klaar om je dag te beginnen. Voor vele mensen misschien een droom. Maar misschien is die droom nog meer haalbaar dan je zelf wel denkt. Het enige wat je moet doen, is slapen. Welkom bij Reason to Heal. Mijn naam is Søren. Ik ben masterstudent geneeskunde. En vandaag gaan we een topic tackelen dat voor vele mensen misschien een probleem is. 10 tips om beter te slapen. We leven in een tijdperk vol drukte en prikkels van overal. En dan kan het vaak moeilijk zijn om nog goed te slapen. Stress leurt overal om de hoek. Maar slaap is echt belangrijk voor je mentale en fysieke gezondheid. Als je goed uitgerust bent, dan heb je minder kans op depressies, kun je je beter concentreren en je kan ook alleen maar beter worden in je sportieve prestaties. Nummer 1. Controleer het licht. Licht is alles. Er is zoiets in je hersenen die het circadiaans ritme noemt. Dat is ongeveer jouw hersenen die zeggen vanaf nu is het dag, vanaf nu is het nacht. Deze wordt meest bepaald door lichtinval. Het is ook logisch als je denkt, 's ochtends komt de zon op, veel licht, word je wakker, 's avonds gaat de zon onder, je moet moe worden, je gaat slapen. Maar hoe kan je dat nu in jouw voordeel gebruiken? Probeer je lichten te dimmen. Probeer ook de lichten die boven jou hangen zoveel mogelijk te vermijden. Research toont aan dat als licht van boven komt, we daar meer wakker van worden dan als licht van bijvoorbeeld naast ons komen. Als indicatie moet je nemen ongeveer 3 uur voordat je gaat slapen je lichten proberen dimmen. Een puntje dat hierbij hoort is dat je 's ochtends veel moet blootstellen aan licht. Niet alleen word je er wakker van, je zal bovendien ook 's avonds veel meer moe worden. Tip nummer 2. Hou een consistent slaapschema bij. Oké, wat is dat nu, een slaapschema? Wel, ik sprak daar dus net al over het circadiaanse ritme. Dat is een ritme. Als je probeert je ritme zo strak mogelijk te houden, dan kan het wel eens zijn dat je beter gaat slapen. Als je altijd om 11 uur gaat slapen en om 7 uur wakker wordt, dan gaat op de duur je hersenen dat beginnen stellen als slaaptijd en opstaantijd. Het omgekeerde is ook waar. Als je bijvoorbeeld in shiften werkt, dan moet je soms 's ochtends werken en dan soms 's avonds. En zo stuur je eigenlijk je circadiaanse ritme in de war. Tip 3. Beperk stressfactoren. Dit is misschien no surprise, maar inderdaad, als je stress hebt, dan ga je moeilijker slapen. Probeer dus 2 à 3 uur voor je gaat gaan slapen dingen te doen die je rustig maken. Ik zeg maar iets, fictie lezen, gaan wandelen of naar een podcast luisteren, muziek luisteren, kan je allemaal doen. Als het je maar rustig maakt. Als je bijvoorbeeld stressvolle dingen gaat doen, ik zeg maar iets, ruzie maken met je partner, ja, dan schiet je adrenerg systeem in gang. Wat dus eigenlijk gewoon wil zeggen dat je adrenaline in de lucht gaat schieten. Dan ben je weer klaar wakker. Is niet de bedoeling. Probeer dit zoveel mogelijk te mijden. Tip nummer 4. Mijd intensieve sporten. Het hangt een beetje samen met de vorige. Dit heeft ook te maken met het adrenerg systeem. Je adrenaline die weer in de lucht schiet en je dus wakker maakt. Dus probeer hardlopen, padellen, tennissen, fitnessen. Probeer die allemaal te mijden, omdat je die juist wakkerder gaat maken. Dingen zoals bijvoorbeeld rustig een avondwandeling maken, dat kan er juist voor zorgen dat je zelfs beter gaat slapen. Tip 5. Beperk cafeïne. Cafeïne is bekend om je wakker te maken. Dat is ook het hele doel waarom veel mensen dat drinken. Waarschijnlijk drink je zelf wel eens een kopje koffie 's ochtends. Ik weet dat ik het zelf doe. Ik vind het persoonlijk ook een stomme gewoonte als je op restaurant zit in België, dat je na je dessert nog een koffie moet bestellen. Dat is toch ridicuul. Je wilt toch niet wakker worden als je net klaar bent met eten. Dat is het moment dat ik eigenlijk naar huis wil en in mijn bed wil kruipen. Koffie moet je afbreken en de ene persoon doet dat sneller dan de andere. Wat concreet wil zeggen dat sommige mensen na 1 kopje koffie helemaal niet meer kunnen slapen en anderen liggen te snurken als ze 3 kopjes koffie hebben gedronken. Ikzelf behoor jammer genoeg tot de categorie die heel lang erover doet om zijn koffie af te breken. Als ik na 4 uur nog een koffie drink, dan lig ik om 10 uur 's avonds nog altijd te trillen in mijn bed. Ik stop met cafeïne na 4 uur. Het is wel belangrijk dat je probeert na te gaan in welke categorie jij zit. Dit kan je gewoon heel eenvoudig testen door het gewoon te doen. 1 uurtje voordat je gaat slapen, drink eens een koffie. En zie, lig je heel de nacht wakker, dan raad ik je ook aan om na 4 uur geen koffie meer te drinken. Tip nummer 6. Optimaliseer jouw slaapomgeving.
Ja, en nu zou ik kunnen beginnen opzommen van ja, je moet een goed bed hebben, je moet een goed kussen hebben, bla bla bla. Dat zijn tips die je waarschijnlijk zelf wel ook zou opkomen. Maar ik wil het even hebben over dat je je slaapkamer moet gebruiken als slaapkamer. Zoals mijn prof het zelf zei, een slaapkamer is om te slapen en om te vrijen en voor niets anders. En I totally agree. Dit concept gaat ook veel verder dan alleen het fysiek gaan slapen. Het gaat over jouw hersenen een juiste associatie te laten maken. Als je een slaapkamer alleen gebruikt om te slapen, dan zullen je hersenen een associatie leggen waar dat het een plaats is waar je tot rust komt. Als je daar ook bijvoorbeeld een bureau zet waar je gaat aan werken, dan krijg je juist meer stress. Een slaapkamer is om te slapen, een bureau is om te werken. Verder is het ook belangrijk dat de temperatuur in je kamer juist is. De optimale temperatuur voor je kamer is ongeveer 16 tot 20 graden. Dat is misschien wel lager dan dat je ooit initieel dacht, maar dat is eigenlijk logisch, want je ligt met een deken over je en bovendien wil je lichaam ook een beetje meer afkoelen als je aan het slapen bent. Dus zorg dat je temperatuur in je kamer iets lager is, zodat je optimaal kunt slapen. Obviously, luister naar je lichaam. Als je ligt te rillen in je bed, zet je thermostaat een beetje hoger. Dat is allemaal niet zo erg. Tip nummer 7. Minimaliseer je schermtijd. Blauw licht zorgt ervoor dat je wakker wordt. Probeer je avondactiviteiten zo schermloos mogelijk te maken. Ik zeg maar iets, speel een gezelschapsspel, luister naar muziek, luister naar podcasts, ga een wandeling gaan maken. Er zijn zoveel manieren om je avond leuk in te vullen zonder dat je een scherm nodig hebt. Tip 8. Drink 's avonds niet te veel water. Het is nu een beetje de rage om genoeg water te drinken. 1 liter en een half tot 2 liter, meer mag zeker. Maar mensen die dan niet raken aan hun doel, die drinken dan 's avonds vaak de rest van hun hoeveelheid dat ze nog moeten. En als je al dat water in 1 keer 's avonds drinkt, logisch dat je dan 's nachts naar de wc moet. Als je 's nachts opstaat om naar de wc te gaan, dan breek je obviously je slaapcyclus. Je lichaam is zelfs zo inventief dat je urineproductie daalt. Maar als je 's avonds heel veel water begint te drinken, dan kan dit systeem gewoon niet werken en dan zal je 's nachts moeten opstaan. Tip nummer 9. Mijd zware maaltijden. We denken bij zware maaltijden aan biefstuk, friet, maar ook evengoed aan fondue, lasagne en zo verder. Wat is het probleem hiermee? Want eerlijk gezegd, als ik biefstuk friet gegeten heb en ik heb mij goed volgestampt, dan word ik zelfs daar moe van. Maar goed slapen, dat lukt niet. Dit komt omdat er heel veel bloed naar je maag-darmstelsel gaat. Dat is logisch. Heel veel energie moet naar daar gaan om alles te kunnen afbreken en te absorberen. En dit proces zorgt ervoor dat je wel eens moeilijk kan slapen. Voor we naar tip 10 gaan, wil ik even waarschuwen voor slaapmedicatie. Slaapmedicatie is misschien een korte termijns oplossing, maar kan voor heel veel problemen zorgen. Meestal begint het zo. Je slaapt al enkele dagen slecht, je gaat naar de arts. De arts schrijft voor 1 keer een slaapmiddel voor en dan beginnen de problemen. Jij gaat gaan slapen, je neemt die pil, je slaapt als een roosje. Je denkt de volgende dag, ik ben nog niet uitgerust, ik ga dat de volgende avond weer doen. Opeens zijn je slapen en op en je merkt, je raakt gewoon niet in slaap. Je ligt heel de nacht wakker. Je gaat de volgende dag weer naar je huisarts, je vraagt hetzelfde. En dan kan je huisarts 2 dingen doen. Oftewel, geeft hij er gewoon mee en dan begint die miserie pas. Oftewel zegt hij, nee, ik heb gezegd het was maar voor 1 keer. En dan zit je nog altijd met het ongemak dat je gaat slecht slapen. Ik wil er wel bij zeggen, als je denkt dat er echt iets mis is met je slaap, contacteer echt een arts. Anyway, let's continue. Tip 10. Vermijd alcohol. Iedereen weet, alcohol is in general slecht. En er komt ieder jaar meer research uit om te bewijzen dat alcohol nog slechter is dan dat we dachten. Misschien spreek je zelfs al uit ervaring, als je een paar glaasjes op hebt, dat je eigenlijk heel snel indommelt. Maar je moet een nuance maken. Snel inslapen is niet hetzelfde als slaapkwaliteit. Je slaapkwaliteit gaat zeker achteruit. Alcohol zorgt ervoor dat je oppervlakkig slaapt. Je zal dus nooit volledig uitgerust zijn als je wakker wordt de volgende dag. Bovendien zorgt alcohol er ook voor dat je urineproductie wordt gestimuleerd. Dat heb je waarschijnlijk ook al gemerkt. Als je een paar glaasjes drinkt, dan opeens moet je superfrequent naar de wc, wat zelfs heel ambetant kan zijn in sommige situaties. Dit gebeurt dus ook 's nachts, maar als je 's nachts moet opstaan om naar de wc te gaan, dat hebben we al besproken, dat is ook niet zo gunstig voor je slaap. Vond je deze video leuk? Like en subscribe en dan zie ik je bij de volgende.